Welkom bij weer een nieuwe Vraag op Straat. Van vrijdag 16 oktober tot vrijdag 25 oktober is er weer kermis hier op het Chasséveld in Breda. Nu is er de aantal jaren terug een terugloop van het aantal attracties en het aantal bezoekers. En daardoor wordt er gesproken van een verplaatsing van de kermis naar de binnenstad. Maar wat vindt Breda hier nou eigenlijk van? Ik ga het ze vragen. Ja, vind ik beter in de stad. En waarom vindt u dat beter? Ja, veel makkelijker. Grote Markt en de Hallestraat. Dat is echt gezelliger. Maar ik vroeger zelf in de Rups met mijn man. Daar heb ik mijn man leren kennen. Dat is een mooi verhaal om te vertellen dan. Ja. Ja, dan kom je wel meer attracties tegen als je even in de stad loopt. En dan, sommige mensen komen niet langs het Chasséveld. En hier komen ze het dan tegen. Als daar ze zijn, dan zou ik al gaan, denk ik. Nee, hij hoort gewoon hier en hij blijft gewoon hier. Okay. Ja. Vermoed van niet, want het is moeilijker om in de binnenstad op de markt te komen dan hier. Want je kunt hier in de parkeergarages allemaal parkeren en dat kun je op de markt. Kun je dat niet als je naar de markt gaat voor de kermis. Op Chassé blijven. Daar is het groter toch? Ja, daar is, ja, is meer ruimte denk ik. Waarom zou je niet zo'n kermis neer moeten zetten midden in de stad? Dat lijkt me sowieso niet handig in de stad, want hier zijn sowieso al etensdingen en zo. Goed plan. Dat was vroeger altijd al zo schijnbaar. Tenminste, daar ben ik nog te jong voor, maar ja, wel meer sfeer denk ik. Nou ja, qua bereikbaarheid. En ik denk ook dat het meer mensen zal trekken, aangezien het dan bij heel veel studenten gewoon voor de deur ligt. Ik denk dat het wel voor overlast zorgt met die herrie, veel mensen in de binnenstad. Er zit zeker zowel voor- als nadelen aan. Denkt u dat het slim is om de kermis naar de binnenstad te halen, om meer mensen te trekken? Ik denk het wel. Het gebeurt allemaal rond de binnenstad. Het is veilig. Hè? Ga je het afgelegen doen, is het vervoer ook moeilijk. Ik denk het wel, ja. Ja, ja, misschien is het wel een leuk idee. Misschien meer mensen kunnen aan de kermis zien. Dat denk ik wel, ja. Ja, ja. Want daar komen toch meer mensen, daar heb je toch meer passanten. En ik denk dat je in de binnenstad meer mensen trekt. Want dit is natuurlijk eigenlijk toch ook een parkeerterrein. En ja, een evenemententerrein. Maar ja, daar staan normaal gesproken heel veel mensen geparkeerd. Dus ik zou zeggen, binnenstad, gezelliger. Zou jij sneller naar de kermis gaan als hij in de binnenstad is dan dat hij op het Chasséveld is? Ja, dat denk ik wel, ja. Dus gaat u er dan ook in? Daar ga ik er weer in met mijn man. Breda Nu. Je weet het meteen.